Hallo allemaal, ik ga jullie vertellen hoe je nou het beste achter de juiste kleur foundation komt. Ik heb hier een testpakketje. Stel je nou voor dat je online een foto van jezelf gestuurd hebt en je krijgt je testpakketje thuis. Dan is nog maar de vraag van oké, hoe moet ik dat nou gaan testen? Vandaar deze video. Nou, je maakt je testpakketje open en er zitten daar een aantal tinten foundation in. Het leuke wat er nog bij zit, valt ook gelijk op. Een mooi kaartje. En daar staat een kortingscode op. En dat maakt dat jij korting krijgt op jouw verzending. Dus dat is heel fijn, want je hebt natuurlijk al je testpakketje besteld. Om je tegemoet te komen, hebben we zo'n kaartje bij gedaan. Nou, dan zitten daar een aantal kleuren in. Ik heb hier bijvoorbeeld de tangerine. Ik heb de sein. Ik heb de tender. Ik heb de jojoba. Arachi. Lima en de summer. Nou, het is nou niet zo dat je naar die dingen zo gaat kijken, naar die poedertjes van nou, ik denk dat die het is of die. Zo gaan we het niet testen. Het leuke van mineralen is, ze gaan samensmelten met je huidolie en hij moet aansluiten bij de hals en bij de rest van het gelaat. En ik ga eerst even de summer opbrengen. Ik heb het testpakketje van de zongebruinde huid. En als ik die aanbreng, dan ga ik eens kijken wat hij met mijn tint doet. Of die aansluit naar mijn hals of naar de rest van het gelaat. Nou, dan ga ik eventjes. De summer. Pak ik mijn foundation kwast, pak ik de summer op. Je kan het thuis prima even op een schoteltje doen of zo, zodat je even een mooie kwast erin kan duwen. Nou zit de summer op mijn kwast en dan ga ik hier op de kaaklijn de summer aanbrengen. En mij valt eigenlijk gelijk al op dat hij te warm is. Ik zie een beetje te gelig worden. Pak lekker veel. Want als je lekker veel pakt, zie je gelijk wat een kleur gaat doen. Dus ga niet subtiel zitten doen, maar echt even lekker die foundation vrij dik aanbrengen. Nou, ik vind zelf al dat hij hier naartoe, dit wordt heel wit. Hier wordt hij gelig. En hier, ja goed. Nee, ik vind het geen mooie tint. Hij maakt eigenlijk dieper, vermoeider, ouder. Dat is de summer, dus die wordt het niet. Leg ik aan de kant. Dan ga ik even de jojoba pakken. Die zit ook nog in het testpakketje. En die ga ik natuurlijk niet op die ene kant doen waar ik al heb getest. Die ga ik op de andere kaaklijn aanbrengen. En ook daarvan pak ik lekker veel in mijn kwastje. En die breng ik hier op de kaaklijn. En ook bij die vind ik dat ik eigenlijk gelijk al zie dat hij hier geel maakt. Nou, dat is net of dat je ziek bent. Dus die is ook niet goed. Die gaat ook opzij. Volgende ronde. Wat ga ik doen? De tangerine. Laat ik die eens pakken. Eventjes reinigen. Aan beide kanten weer. Zodat ik weer eventjes fris kan beginnen. Dat ik echt zie van, hé, wat gaat de kleur doen? En dit is gewoon heel belangrijk. Als jij namelijk met verkeerde tinten foundation begint, dan lijkt dat eigenlijk met alles al dat je heel erg opgemaakt eruit ziet. En dat wil niemand. Een foundation is om egaal te maken, zonder dat het zichtbaar wordt voor een ander. Zo, lekker reinigen. Zo. En dan gaan we de volgende pakken. De tangerine. Nou, kijk maar, lekker schoon. Geen geel toontje meer. Dan pak ik weer een beetje om mijn kwastje. En dan pak ik een foundation kwastje. En dan pak ik hem op. Lekker veel op mijn kwast. Kijk, hij zit echt wel goed erin. En dan ga ik hem hier lekker inmasseren. Oh, en nu zie ik gelijk dat dit hem wordt. Deze maakt heel kalm, egaal en niet aanwezig. Dit wordt mijn kleur. Hij sluit mooi aan naar de hals. En hij sluit mooi aan naar de rest van het gelaat. De andere tint werd gelig. En die ik daarvoor had, die werd ook aanwezig. En ik zie nu eigenlijk gelijk al dat dit een tint is waar ik heel blij van word. De tangerine, dat is dus mijn tint. En zo is het heel fijn om te kijken van oké, welke kleur matcht nou bij mij? En bij twijfel ga je net zo lang door totdat je geen twijfel meer hebt. Want een twijfel heb je niet voor niks. Dat betekent vaak dat je een te warme tint pakt of een te koele.
Heel veel succes met testen. En ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Dag, dag. You are perfect the way that you are. You are perfect to me. You are perfect the way that you are.